Maar, zeker. Maar wij gaan even kijken wat we allemaal aan kunnen passen. Hè? Wat nodig is. Hè? Een beetje, waarom we willen een beetje moderniseren. Hè? Zeker, zeker. Onderweg naar Kampeland. Dag Ron. Dag. Hoe is het? Ja, goed joh. Zijn we er weer? Ja, ik heb een tuin meegenomen, hè, ja, voor je. Ja, nog steeds, ja. Hè. Ja. Ja, met z'n drieën bier drinken is leuker dan met z'n tweeën. Ja, daarom. Nou, weet je wat ik eigenlijk graag zou willen weten? Ja. Dat is de airco, hè, dat rechtse ding. Ja. En dat is dan nog goed? Dit is gewoon goed, er zijn Dometic airco, daar is niks mis mee. Hey, deze doet 215 ampère. 215. Ja. En dat loopt goed, hoor. Ja, dat is mooi. Allee. Hier zit die Alfa Pro regelaar in die kast hieronder. Oh, in die kast? Ja. Dat is de regelaar voor de dynamo. Dynamo, ja, die zit daar. Goedemorgen, vandaag gaan we naar de Nadine. Nadine die ligt in Kamperland, in de Roompot. Ron die heeft wat klusjes voor ons, dus ik ga het zo met Martijn gaan wij daar naartoe. En dan gaan we even kijken wat er allemaal in de toekomst moet gaan gebeuren om met de horecaboot te gaan varen. Dus er moeten wat technische dingen aangepast worden, zoals koelkasten, generator, voor de biertap, alles eigenlijk. Dus we gaan even kijken wat er allemaal uit moet en wat er allemaal in moet. Dus best interessant. Nou, lekker onderweg. Zeker, zeker. Even naar bij Ron of visite. Nou, gezellig hè. Even. Jij bent wel benieuwd, hè? Ja, zeker wel. Ik ben benieuwd naar de boot. Zeker wel. Je hebt hem nog niet gezien natuurlijk. Nee, ik ben benieuwd dat de kachel erin staat en elektrische installatie. Ja? Zeker wel. Maar wij gaan even kijken wat we allemaal aan kunnen passen, hè? Wat nodig is. Hè? Ron wil hem een beetje moderniseren. Hè? Zeker, zeker. Onderweg naar Kampeland. En hij wil natuurlijk de borenboot maken. En heb je ook een beetje meer stroom nodig, hè? Koelkasten en een tapinstallatie en een ventuurpan. De stroom moet er ook in blijven. Ja. Dan komt alles uit de accu's vandaan. Ja. Dan gaan we zorgen dat de generator komt. Ja, precies. Dus we gaan even kijken wat we kunnen wat zijn wensen zijn. Zeker weten. Nog 20 minuten en dan zijn we er. Oké. Maar jij kan wel een beetje repareren elektrisch, hè, Martijn? Ja, probeer het. Zeker, zeker, zeker. Een beetje kacheltjes en ja hoor, airco's, kachels op airco's. Remarine? Dat ook, zeker. Nou, misschien kan je ook wel even Remarine installeren daar. Ja, gaan we proberen, gaan we zien. We gaan vandaag even een totaalpakket maken. Hè? Zeker. Want Ron die vroeg of we wat eerder konden komen, want we hebben best wel lang werk. We gaan meemaken, we gaan het allemaal zien. Ja, jij gaat alles meemaken, hè? Ja, tot zo, we gaan het allemaal zien, Ron. Nou, doei. Hey. Nou, een minuutje. Ja, ik zie de vlag al van Roompot. Maria Polderse weg. Ja. Kamperland. Einde rechts en dan zijn we er. Doe je wat er moet op die dijk zijn heen, ja. Dit is de haven. De haven is over die dijk heen. Ja. Nou, die auto van jou lijkt ook wel een vliegtuig. Mooi, is de turbo, hoe heet dat? Oh, dat is de turbo. Dat is een 6 in lijmen. Zo dus, want het loopt dood. Kijk uit voor die dingen. Ja, voor die toverdozen hier staan. Waarop zie je een zwarte bus? Nou, als je een beetje
Ja, toch moet het op die zijn gaan, hoor. Want... Als je een beetje moeite doet, dan krijg je dan toch wel 100 halen hier, hoor. Ja. Beetje zigzag. Ja. Oh, daar ligt een wrak. Ja, ja, dat is een stuk loop ook. Zijn camera staat nog niet aan, zeker? Ja, die staat aan. Zeker wel, zeker. Hier staat die lelijke bus. Ja, ik zie hem wel. Kom maar. Nee. Dag Ron. Dag. Hoe is het? Ja, goed joh. Zijn we er weer? Ja, ik heb een tij meegenomen, hè, ja, voor je. Ja, nog steeds, hè. Ja, maar ze drie bier drinken is leuker dan met z'n tweeën. Ja, daarom. Zeker wel. Ik heb een drone ook bij me, maar ik denk niet dat het wat wordt. Het is spannend, want in de machinekamer een drone wel lastig. Ja. Heb jij je auto op slot, Martijn? Ja, zeker wel. Nou, die halen ze niet weg, hoor. Maak je maar even door. Je gaat niet elke dag naar die boot, hoop ik. Hè? Lekker. Hij ligt helemaal aan het einde, hè? Ja, gelukkig wel. Goed verder. Als er dadelijk toeristen komen, wat? Dan moeten ze eerst 2 kilometer lopen. Ja, dat zit bij de prijs in. Nou, zijn we weer. Kijk eens even, ik heb het gevonden. Dan zijn we weer. Trappetje, zo. Die kreeg ik erbij. Joh. Ja. Die hadden we in Zeeland ook wel nodig, s'nachts. Ja. Ja, wel je voeten vegen hoor. Schoentjes uit. Ja, ik vraag het ook netjes. Nee. Zullen we de deur even dicht doen? Dus, ja. Zo. Nou, zijn we weer. Het is wel aardig van je, maar er komt nog andere vloeren. Kachelbrand. Schiereilanden. Nou ja, dat is een beetje de verrassing, hè Ron? Want we gaan de tour maken, hè? Ja. We gaan... De verrassing is nu weg natuurlijk. Ja. Ja, we gaan helemaal... We gaan hier de deur uit. Ja. Sluisje door. Dan gaan we naar buiten. Dan gaan we rechtsaf. Ja. En dan gaan we testvaren op de eilanden. Oh, de waddeneilanden gaan we af. Dat is mooi. Ja. Schiemelijk hoog. Er liggen nog een paar tussen het lopen. Verschuin. Hameland. Ja. Erg leuk hoor. Dus dat is het plan. Maar ja, het een beetje leuk weer worden. Ja, het is nu ook mooi weer om. Het is heerlijk. Binnen zit je warm. Oh, netjes. Ja, dat zijn de zekeringkasten. Ja. 24 volt hier wil je. Ja. Dat is wel fijn, hè? 24 volt. Tenminste. Oh! Oh god! Wat is er? Wat gebeurt er? Ja, hier heb je een ziegroenkast. Oh, van airco. Ja, vloerverwarming heb je ook. Ja. Vloerverwarming? Ja, vloerverwarming, bakbord. Oh. Elektrische vloerverwarming, denk ik. Oh. Dat is wel mooi. Dat is een verlichting en zo, denk ik zo. Ja. We hebben ook een 220 douchepomp. Ja. Ja. Nou, je kunt het aan Ron vragen, maar je weet het toch niet hoor. Ik zeg gewoon ja. Ik zou kunnen. Nee, duidelijk. Nee, ik heb het wel gezien, hè. Nee. Ja, verder ziet beneden qua stroom is hier niks. Nee, maar de machinekamer heb je toch te... Ja, ja. Het is een geheim luik, hè? Ja, geen idee. Ja. Bij de achterdeur. Bij de achterdeur is het. Oké. Gaan we kijken. Eerst koffie. Koffie. Ja, koffie. Nou, ik zal het vast laten zien, het luik. Ja, dan kan ik even kijken, rustig, ja. Je subwoofer aan. Ik zal even het lichtje aan doen beneden. Nou, Ron wil hier een bar maken. Hier. Ja? Je had toch over een tap? Waar is die tap dan? Ja, die wilde hier maken. Oké. Hier, zo. En dan wilde hier, deze kast wilde eruit halen. Ja. En hier komt dan een drankenkast in. Oké. Dat is voor de koeling, zeg maar, voor de gasten. Mooi. Zo. Netjes, zo. Ja, tot hier gaat het weg. Vanaf hier. Hier zo, tot zo. Daar komen 3 koelingen. En die bar die wordt iets breder, die wordt zo. Oké. En hier komt deze koelkast. Ja. Gaat hierheen. Hier komt de vaatwasser. Oké. Dit is nu gas, maar dat wordt elektrisch. Nou ja, dat moet je met Martijn bespreken. Ja. Die spoelbak, die moet even wat groter. Ja, maar dit is die gas, joh. Ja, gas. Ja, dat is gas. Ja, dat ga ik allemaal uithalen. Ik
hou niet van gas. Nee, ik ook niet. En hier komt eigenlijk de bar, zeg maar. Deze tafel die hier staat, die wordt smaller gemaakt. Ja? Dit gaat omhoog. Hier wordt een zit. Hier wordt een hogere zit. En hier komt een bankje. Die je dan en aan de bar en aan de tafel kunt zetten. Mooi. En hier komt een. Een tap. Rondtap. Rondtap, ja. Ja. Dan wordt het rondtap in plaats rondtap. Van rondvaart. En die kussentjes gaan we even een ander kleurtje geven. En hier komt, onder, hier komt een PVC-vloertje. Oh, netjes, mooi. Ja. Nou, de stereo ben ik nog een beetje mee bezig. Die subwoofer zit hieronder. Ja, die zag ik net zitten. Oh ja. Ja. Nou, ik daar een versterker gevonden. Die ga ik zaterdag even testen. Hoe ik daar muziek in kan krijgen. Oh, want die hebben ze eruit gehaald of zo dan? Denk ik. Radio het is een Dolby surround systeem wat er nu in zit. Ja, dat is best wel mooi denk ik. Ja, maar die versterker zit in een subwoofer denk ik. Ja, zit een subwoofer onder. Ja, maar daar zit de versterker denk ik in. Ja, maar Tijn is ook van de muziek hè. Als je nog een DJ nodig hebt. Ja. Ik wou zeggen, ik ben meer van de bar. Ja, kijk, hier zit de versterker in. Zit daar een versterker in? Ja. Wat is dat dingetje dan? Dat is ook een versterker. Tenminste, dit is een... Wacht even, dit is een... Volgens mij is dat hier... Nee, dit is een actieve subwoofer inderdaad. Ja. Ja. Maar hier zit, die gaat hier naartoe, hè? Hier onder deze bank. Hé, hey, die wou je eerder zien. Nee, dan nee, maar ik zie. Ik zie de touwtjes. Ja, ja, ik denk dat je er zo bij kunt. Hierheen, hierheen, gaat daarheen, wacht even. Gaat daarheen. Volgende. Volgende luikie. Die zit allemaal nu. Ja, die gaat daar aan de kant hangen, hè? Er komen twee beugeltjes op. Oké. Okay. Dan gaat de Willem erop. Oh ja, dat Willem is je vader, hè? Willem is mijn vader. En? Heb je al naam voor de Nadim? Center Speaker. De Nadim gaat Helena heet. Oh toch? Ja. Oké. Okay. Ja, het nieuws is niet zo leuk, maar. Nee? Ja. Dus gaat weer Helena heten. We gaan na de drie keer zal in februari plaatsvinden. Champagne? Voor de champagne. Leuk. Dan gaan we testen. Kijk, bij een nieuwe naam hoor, een nieuwe tocht. Ja. Ik dacht er eigenlijk aan om hier even weer naar buiten te gaan, toch? Ja, tuurlijk. We gaan de zee op, hè? Dan gaan we even kijken hoe Rotterdam eruit ziet van de buitenkant. Nou, Martijn, Martijn zit overal weer in de kast, hoor. Ja, die komt voor de elektra, maar volgens mij is het een topruim. Wij zeggen altijd, steek je neus niet in allemaal kasten, maar we vinden een luik. Ja. Oh nee joh, dat is gewoon wat je daar ziet. Nee, maar hierachter, hier wat, daar gaan al die kabels heen. Nee, maar hier gaan ze verder. Hier is een hele bos ook, hè. Daar staat center speaker op. Maar je hebt je rear speakers heb je. Dus je moet sowieso 1, 2, 3, 4, 5 kabels heb je nodig. En die tulpkabel. Maar ik denk dat als je... Ja, die had ik net al gezien. Ja, en er zijn maar twee speakers gebruikt. Oh. Nou, die zal er wel nodig hebben, Ron, onderweg. De KNRM. Hè? Ja. Oh. Op zoek naar draden. Ja, dat ging het ook, ik zag het, ja. Nee, als je subwoofer gaat, die kan gewoon op het spulletje gezet worden. Ja. Op die dubbele. Ja. Zeker wel. De Sonos Amp. Ja, Sonos Amp. Ja, ja. Zeker wel. Ja, dat zou ik zeker doen. Heb je zeker wel gehoord? Ik heb thuis ook een Sonos. Oh. Ja, die speakers. De hele omgeving. Oh. Ja. Ja, Martijn ook. Ja, ik heb het. In de bar ook. Erik gaat er binnenkort ook wel aan geloven, denk ik, thuis. Maar die heeft nog den om, maar dat komt wel. Ik heb boze Martijn. Oh ja, boze, ja, boze, ja. Ja, maar dat kan ook op Marktplaats. Ik heb voor boze gekozen. Ja, dat snap ik. Moet ik even opzij, want de directeur komt eraan. Nou, je achter. Zeker dan. Kom. Nou, weet je wat ik eigenlijk graag zou willen weten? Ja. Dat is de airco, hè? Dat rechtse ding. Ja, dat, ja, ja. Dat is dat nog goed? Dit is gewoon goed. Er zijn Dometic airco, joh. Daar is niks mis mee. Nee, die zijn prima. Maar die American, even kijken, zit de smart starters in? Dat denk ik niet. Maar je kan daar gewoon smart starters in zetten zelfs. En dan heb je een heel laag opstartstroom ook nog eens. Ja. Nou, ja. Weet je, kijk, er hangen allerlei bakjes.
Ja, ik zie het, ja. Maar het ik heb hier een fietspomp bij gekregen. Deze. Ja. Fietspomp? Ja. Ja, en die is om de waterdruk in die ballen op te pompen. Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Oh, dat snap je. Ja, en kijk, dat is je boilerthermostaat van de Kubota. Dat is de warm water uit. Die staat niet uit. Ja, want anders zou die kachel niet gaan. Dat klopt. Die heb je teruggedraaid naar nul. Ja? Dat is goed, ja. Ja, jemig te pemig zeg. Hey, dit is je... Ja, dat is je druktank voor iedere voor. Hartstikke mooi. En dat is mijn douche. Ja, hè? Ja, oh, op zich, ja, daar is op zich niet echt heel erg iets mis mee, maar... Maar dit is wel een beetje... Een beetje omslachtig, vind ik het. Klopt. Ja, maar die tank wordt door de boiler opgewarmd. Ja. En ik ben gebeld door een museum. Ja, voor die waterpomp, ja. Ja, klopt. Mooi, hè? Nee, Martijn, wat... Ja, moet anders. Ik had het met Ron ook al besproken, hè? Ja. Als je nou eens begint om die tank weg te halen, ja. Die iedere voor weghalen. Dat kan je ook bij je filters. Nou, dat is het, hè? Ja. Deze weghalen. Ja. Hè? Ja. Deze, die Kubota, die heeft geen tapunit erin zitten. Nee. Dus dan zou, ja, voor het mooiste zou je een KB40 misschien erin zetten. Ja, KB40. Of 45, gaan hoeveel tapwater je nodig hebt. Dat je gaat douchen aan boord, wat je wil. Nou ja, dat douchen ja, het altijd dus natuurlijk. Dus, dus ja, wat heb ik? Een KB40, 45? Ja, je hebt tussenin heb jij. Ja, echt er precies tussenin. Ja, want dan kan je hier alles vrijmaken. Hè? Ja. Dan kan je ook weer bij je waterfilters daarachter. Want daarachter zitten de waterfilters. Ja, zeker, zeker. Ja. En dat is ook nog in de watersysteem daar links. Ja, waterfilters kan je bij. En dan, dat is eigenlijk het enige. En waar we wel mee zitten, dat is de elektriciteitsvoeding. Ja, even kijken, want dit is dan, dit is de ketel. Ja, dat is voor die... En dit is de motor. Ja, hij heeft ook nog een dubbelspiraal van de motor, heeft hij nog dat hij verwarmt. Ja. 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 Voor mij praat je Engels nou, hè? Dat geeft niet. Het is namelijk zo, Ron. Twee spiralen in de boiler. Het koelwater van de motor wordt 80 graden, hè? Ja. Ja. En dat gaat hij ook weer verwarmen in de boiler. Oh, oké. Dus dan, ja, dat zou dan milieutechnisch... beter zijn. Je moet even kijken hoeveel tapwater je nodig hebt, dat is het belangrijkste. Ja, je moet gewoon kunnen douchen. Ja. Dus twee en af kunnen wassen. Ja. Want je hebt één douche toch? Twee douchen. Je wilt tegelijk douchen. Jij een douche, ik een douche. Ja, maar als je twee douches dan hebt, dan zou je toch, dan denk ik nog dat je een dubbelspiraals boiler zou moeten hebben, denk ik. Klein. Ja, maar oké. Want ik had dat te maken aan die andere jacht ook, want dan heb je meer water. Dan kan je onbeperkt zeg maar gewoon water gebruiken. Ja, dat snap ik. Maar bij mij aan boord kan ik goed douchen. Ja, maar als er twee gaan, dan gaat de flow te veel naar beneden. Maar dan moet de ander even wachten. Ja. Ja, dat vind ik. En anders kost het je meer geld, zeg maar. Ja. Dat is zonde. Ja. En dan krijg je ook weer ruimte, dan krijg je weer een boiler erbij. Ja. Maar die KB40 die ik heb staan, die voldoet prima bij ons. Ze hier moeten ook. Hier toch ook goed doen? Ja, zeker. Dat is ook het probleem niet. Maar dan krijg je deze ruimte. Dit wordt dan, alles wordt leeg, hè? Dat pompt erin, ja. En dan ja, een klein of een grote dappomp, maar even kijken hoe of wat. Ja, dan liggen we over tappunten erin. Ik heb zo'n grote natuurlijk. Met tappunten bedoel je douches? Ja, tappunten, waterpunten. Kijk, we hebben twee badkamers met wasbakken en douche. Ja. En we hebben een wasmachine en een keukentje boven waar een spoelbak zit. Ja, kijk, ja. Met de kleine unit die kan dat aan, maar die draait dan in hogere toeren. Ja. En die unit die Erik hebt, dat is de grote variant ervan, ja. Die draait minder toeren. Ja. Dus je zal wat langer meegaan dan. En, ja. Ja. Maar die hoor je niet hoor, Ron. Nee, die hoor je niet. Die is fluisterstil. Ja. Ja. Die is echt fluisterstil. Ja, dat is waar. Dat is zo. Ja. En ik zou ook voor die grote gaan. Ja, ik heb het feest staan. Ik heb nog één. Ook fluisterstil nu, maar dan komt dat alles uitstaan. Ik heb er nog één over. Je hebt voor fel water gebruik je ermee, hè? Voor bovenboordwater, voor toiletten. Ja. 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 Kijk. Ja. Maar dan kan deze pijp denk ik ook weg. Deze steenpijp?
Nou, ik denk waar hem eruit zetten, maar voor mij erin. Ja, dat is nog meer. Ja, zeker. Nee, weer niet gelukt. Echt een top hoor. Nee, want dit is voor de kalk, hè, in, ja, in het water. Ja, echt. Dat is echt. Ja, maar kalk ook echt hoor. Dat werk van de trein. Okay, dus die moet dan, die kan er mooi blijven staan. Die moet dan alleen in orde gemaakt worden. En dan dit allemaal weg. Ja. En dan krijg je eigenlijk alleen maar een cabola en een water. Iedere voor. En dan staat het alleen al hier. En de rest blijft gewoon helemaal vrij. Oh. Heb je helm opgezet erom? Ja. Nummer. Die heb ik ook gekregen. Waarom staat er nou nummer 2 op? Ja, nummer 1 is er niet. Kijk hoor, wat is dit? Ja, ik ga zaterdag een beetje opruimen. Ja. Fitwerk. Ik ben van alles gaan vinden. Ja. Het is gewoon fitwerk dit ook, hè? Nou, rond ons nog heel verhaal, hè? We hebben die accu's lopen zoeken, hè? We hebben het vermoeden. Ja, dat ze achter die plaat zitten daar. Achter de plaat met die omvormers. Hè? Ja, hè? Nou, dat kan mij niet. Ja. Ja, toch is het zo. Ja. Maar ze moeten ergens zitten. Niet, je kan het niet weghalen. Ja, helemaal... We hebben ze nog steeds niet gevonden. Morgen binnen kijken. Nou, dan wordt zoektocht nummer 2, aflevering 3. Dus er zaten hier 2 Dakars in, zeg maar. Ja. En daar hebben ze dus eentje vervangen. Ze hebben er eentje bij gezet. Ja, dat is nieuw inderdaad. Ja. Ja, 2 ja. Hebben ze erbij gezet of zo. En daar die schakelkast ook. Dan heb je zowel Dakar 1 als Dakar 2. Ja, ja, maar we zien, maar kijk, die Dakar is de oude serie van vroeger, hè, van Mazzot. Kijk, die hebben hier ook gezeten. Ja. En dan hebben ze nu gewoon een Mazzot naast gezet. Maar het is ook heel onduidelijk, op die kast ook. Ik snap niet zo goed hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, het is een heel gedoe. Maar dat geeft niet, dan komen we wel achter. Ja, daar zo. Kijk, daar heb je ook nog eens een keer een Mazzot. Maar wij denken dat die accu's daarachter zitten, Martijn. Nou, moet je gaan kijken, maar het lijkt me heel sterk. Maar je kan dat paneel nooit weghalen. Dat kan niet. Nee? Nee. Nou, dan moeten ze toch in de keuken zitten. Hoezo kun je ze niet weghalen? Dit hele paneel, een schakelpaneel, dat kan je toch niet weghalen? Wegklappen dat... misschien? Nee, joh, dat kan niet, joh. Dan kan je er geen accu's overheen tillen. Nee, ja, mijn idee. Nee, dat gaat niet. Nee. Nee, misschien het hele... Nee. Kan je wel achterhalen waar de kabels heen lopen, Martijn, van de accu's? Ja, ik zit al te volgen. Ze lopen die kant uit. Alle accu-kabels die lopen. Hier staan een in accu, maar dat is het niet voor de dingen. Ah, ze lopen wel die kant op, die accu's. Maar misschien hebben we het mysterie wel dadelijk wel opgelost. Even kijken, hier zo. Het was best wel een dingetje zijn om bij de accu's te komen. Zou het hieronder zijn, joh? Nee, hieronder zit vlak. Je zit hier vlak. Nou, kijk, hier lopen al die kabels heen. Die Dakar 1 en 2 staat er ook bij, in die Panda. Ja. En dan gaan ze... Ja. Ja, als er een accu in zit, hoef ik ze ook niet te vervangen. Nee, maar het loopt toch... Het loopt wel... ja, of het gaat de muur in, inderdaad, jullie zeggen, of het gaat die kant uit. Nou ja, hier staat een accu. Ja, maar dat is... van de dingen. Dat is een startaccu. Van die? Daar staat ook nog een accu achter ergens. Ja, dat is ook een startaccu. Ja, maar dat accu'tje daar is voor die, ja. Die fichepanden, ja. Inderdaad. Ja. Dus er zijn er maar 2 die we gevonden hebben. Ja, maar... En die functie daarvan, die konden we ook achterhalen. Verdeeld hebben. Nou Martijn, waar wij een beetje mee zitten, wij zijn vertrokken daar. Ja. En de accu's die de generator heeft de hele weg gedraaid. Maar de accu's die gaan heel langzaam omhoog. Ja, dat vertel je al. Maar we zijn bij 0% vertrokken. Ja. En hebben we 5 uurtjes gevaren. En toen kwamen we hier aan met 8%. Nee, dat is niet goed. Dus zou die generator wel... leveren. Genoeg leveren? Nee, niet. Maar al zou die 200 ampère leveren. Die omvormer trekt al veel meer, 5000 ampère, 5000 watt ja, omvormer. Maar onderweg hebben we bijna niks gebruikt. Ja. We hadden alleen de stuurmachine aan en de kachel. En stuur... Hier de hydrauliek, dat vreet natuurlijk. Ja, natuurlijk, stuurmachine ook, dat vreet allemaal energie. Hè? Ja, maar hydrauliek staat toch op de motor? Ja, maar kijk die cabola en zo, die is ook 220 en alles wat je aan 220 hebt, een apparatuur, dat verbruikt via je omvormers. Ja. Maar je hebt geen generator aan boord. Nee, dat klopt. Ja, hier is even toch een generator. Ja, dat is
er zit nou een luchtbehandeling of zo op die kast. Ja, dit is een... Hey, maar we hebben daar toch een generator, die Panda shit? Ja, die Panda, maar dat is natuurlijk een 24 volt generator. Ja. Ja. Maar die is hoeveel... Die zou omgebouwd moeten worden naar een 22 dan? Nou ja, dat... Kijk, volgens mij is deze 200 ampère of zo. Hier zo. Hey, deze doet 215 ampère. 215. Ja. En dat loopt goed hoor. Ja, dat is mooi. Alleen ja. Kijk, als jij natuurlijk wel met 100% volle accu's wegvaart. Ja, dan zou die bij moeten houden. Ja, maar als je kijkt wat wij onderweg gebruikt hebben. En hij is... Het ding is niet oud hoor. Hij is maar 8% bijgekomen. Dat is niet zoveel, maar... Nee, het is een hartstikke mooie generator. Ik heb mezelf ook gehad. Het is alleen even, kan Ron hiermee weg met alles wat hij wil gaan gebruiken of... Moet je dan een 220 generator erbij zetten? Nee, dit is te weinig. Hè? Dit is gewoon te weinig. Er is een bak beton ondergestort, heet dat zo? Ja, het is beton onder. Maar wat Ron dan wil gaan doen, is de generator te klein? Ja. Ja. Maar, oké, dus dan gaan we deze generator eruit halen. En dan ga je een 220 kabel leggen naar het 220 netwerk of zo? Dat zou ik wel adviseren dan, ja. Dan moeten we even een optelling maken van de verbruik. Zo wat er precies aan verbruik allemaal is. Ja, nou ja, kookplaat, 7000. Ja. Die machinekamerventilatie, is die 220 of 24 volt? Ik denk 220. Ja, dan denk ik het ook, ja. Waarom? Weet je, het zijn allemaal van die dingen. Kijk toch. Kan dat 24 volt zijn, hoor. Ja, die is gewoon, zie je wel. Die is 22, ja. 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 Die hebben wij onder de vaar ook aangehad. Ja, ja, die gebruikt stroom. Ja. Ja. Ja, daarom alles gebruikt stroom. Ja, hij leidt gewoon niet bij. Ja, alles bij elkaar, hè. En dan komt er bij. Nou ja, alles bij elkaar hield hij net de stroom vol, hè. Dat hij... Net zo, eigen verbruik net zoveel als dat hier laat. Maar dan heb je nog geen koken? Dan heb je nog geen nee, koningen. Dat klopt. Waar is zo'n generator makkelijk te wisselen, Martijn? Nou, makkelijk niet, maar alles is mogelijk. Ja. Kijk hoor, is dat nou... Nou, volgens mij is het niet zo moeilijk, dat is een leuk boot. Ja, je bent hier zo buiten, ja. Ja, dat snap ik. Ja, dat is wel het voordeel, want je hebt hier... Ja, nou, en dan staat hij buiten, dan moet je even over het randje heen. Ja, en hier heb je een groot luik, ja. Is dat zwaar? Maar hij heeft ook nog een kraan boven, hè? Oh, oké, okay. Nee, dat is wel mooi. Ja, hij rijdt wel. Ja, toch? Voor de boot heb je toch een kraan? Ja, een kleintje. Ja? Maar de kleine, zo'n generator weegt niet zoveel. Okay. Nee, een generatortje weegt denk ik 100, 150 kilo. Oh. Ja, zeker wel. Ja, zeker. Moet hier boven het luik, ja. Ja, je bent hier zo buiten. Jawel. Ja. Maar, dan... Sluit je, want hij gaat nu naar de 24 volt net en dan zet je hem over naar de 220. Ja. Dus eigenlijk... Ja, dan ga je. Ja, je moet, ja. Dus eigenlijk als hij gaat varen, moet hij altijd generator starten. Ja. Ja, en er zit ook volgens mij nog een flinke dynamo op die motor. Wat ik zo heb gezien. Ja, er zit ook een... Het is een mastervolt dynamo. Ja, die heb jij bij mij er ook op gezet, zo'n grote. Ja, daar zit een flinke dynamo op. 110 ampère, ja. Ik zag die kabels al lopen. Maar, dan even zit de vraag, Martijn. Waar zit die regelaar dan? Even tussen ja, dat is de vraag. Ja, je kan daar natuurlijk een regelaar op zetten dat hij zijn vol vermogen trekt. Er moet een regelaar op zitten, zonder regelaar doet dingen helemaal niks. Oh. Ja, die ligt hier onder de grond, denk ik, of zo. Ja, zo'n... Ja, zo'n Alfa Pro regelaar. Ja. Ik zie hem nergens anders zitten. Maar zou die generator wel stroom leveren?
Ja, dat denk ik wel, want het is alles lang leeggetrokken. Nee, maar als jij natuurlijk aan het varen bent en je hebt de generator draaien van 200 ampère. Mm-hmm. En je hebt 110 ampère dynamo. En dat lijkt niet. Dan heb je toch 300 ampère oplading. Ja, klopt. En, dat is waar. En dan laat hij bijna niet op. Nee. Dus dat is toch vreemd dan? Ja. Hier zit die Alpha Pro regelaar in die kast hieronder. Oh, in die kast? Ja. Dat is de regelaar voor de dynamo. Dynamo, ja, die zit daar. Dus die wordt zeker wel aangestuurd. Of die werkt is een ander verhaal, maar dat gaan we vanuit. Kunnen we meten. En dan even kijken naar de accu's, want dan kunnen we meer. Dit is wel duidelijk. Je moet natuurlijk weten wat voor capaciteit accu's erin zitten. Ja, precies. Maar die, als die 200 doet, nou, deze max. Heb je 310 ampère? Ja, maar max gaat hij dat nog niet laden. Maar maximaal is altijd minder. Ja, 3, ja, maar ja, dan heb je nog. Nog net aan, hè? Goedendag. Yo, hoi hoi. Koffie. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Ja, maar goed zingen ook, waarom? Dat is raar, hè? Ja. We moeten niet vergeten. Wat? Ja, maar je mist veel ruimte. Ja? Hey. We blijven genieten van het leven. Ja? Sigaren. Maar je mist veel ruimte. Hè? Je mist snel de ruimte. Je mist de ruimte van. Van de accu's. Ja, maar je mist een ruimte die boten wil je niet weten. Ik denk dat je wel. Ja, je mist 10 hectare gezegd. Je mist 2 meter de ruimte waar je nog niet in geweest bent. Ja, maar waar, ja, of hier moet iets. Ja, maar hieronder. Ja, dit is hem afgeplakt. Ja, maar hieronder is een hele ruimte. Ja. Die zijn in de slaapkamer onder. Ja, maar we hebben al een hele aflevering aan het zoeken naar de accu's hebben we er al aan gewaaid. Kan die trapje omhoog? Ja, maar nee, maar serieus, je moet er gewoon. Ja, ik ben ook serieus. Maar ik kon het echt niet vinden. Ja, maar kijk, die slaapkamer hier, die loopt natuurlijk. Ja, kom wel. En die zit.